De ontvangst in Valkenburg is van hoog niveau. Welcome to the International Butler Academy. In het kasteel worden momenteel 15 butlers opgeleid. De eerste lichting van de nieuwe Butler Academy. Ze leren het vak aan de hand van praktijksituaties. Nou, we gaan nu dus in 10 minuten tijd zullen we nu tafel moeten prepareren voor een diner. Onze baas heeft gebeld dat hij binnen 10 minuten hier aankomt voor 6 personen. Marcel van Wessel is een van de studenten en de enige Nederlander. De eisen om aan de opleiding te beginnen zijn hoog. En de butlers in spe komen dan ook uit de hele wereld. Sommigen worden dan toegestuurd door hun werkgever. Anderen willen een carrière switch of willen misschien leren waar de finer points of service vandaan komen. Die leren wij hier. De hoge eisen die op de academie worden gesteld gelden niet alleen voor het perfect dekken van een tafel. Als de eigenaar van het huis op komst is, moeten de butlers er ook zelf piekfijn uitzien. We got 6 minutes starting now. Yes, sir. Thank you, sir. Hurry up. Once again, sir, you are first. It's 2:14. Maar uiteindelijk gaat het niet alleen om snel omkleden en tafeldekken. Het butlervak is managen. De meeste butlers, denk ik, die gaan toch wel naar privéfamilies. Maar je komt butlers inderdaad tegen op cruiseschepen, op ambassades, op hotels en resorts. Eigenlijk op heel veel plaatsen. In de toekomst wil de school ook high-tees organiseren en zelfs trouwlocatie worden. Er staan dan 15 hoogopgeleide butlers volledig ter beschikking.